Kijk, zo. Dat is de ingang. Stembureau. Een soepje besteld. En wat voor soep? Haaienvenertje. I hear the thunder that comes from far away. It's like a noise in my head. Oh, this world hides, this world hides. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik had jullie er al eerder bij kunnen pakken, maar ik heb het een beetje drukjes gehad met mezelf en boven bezig geweest. Ja, want een ander doet het toch niet, moet je het zelf doen, hè? En ja, ik ken amper, ik doe het wel, maar met mijn rechterbeen, mijn knie wil niet. Heb ik in het verre verleden al een aantal x-prikken in gehad. In mijn linker ook 2 keer, geloof ik, maar in mijn rechterknie nog veel meer. Maar ik ga nou eens even wat anders proberen, maar dan moet ik eerst kopen. Ja, maar die booster wil niet zo ver, hè? Dus ja, ik moet nou te stemmen en of ik dan bij een winkel kan komen waar ik zoiets kan kopen, zoals de DA of Trekpleister of wat dan ook. Dat weet ik niet. Nee. Ook had mijn medicijnen al verwacht dat ik mijn kluisje open kon doen, maar ook daar heb ik nog geen bericht van en ik heb vorige week gebeld. Ja. Dus hoe dat zit, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, het is vandaag, wat zeiden we, woensdag, ja, want gisteren was het dinsdag. Woensdag, de 15e van de derde, 2023, 15:26 al, en ik moet ook nog inderdaad te stemmen. Ja, die gaat sowieso mee en ik zal mezelf sowieso, hopelijk dat kan filmen als het niet achterlijk druk is. Want ja, je mag daar in principe niet gaan filmen, hè, maar ik wil toch iets proberen daarbinnen te kunnen doen. Maar in ieder geval, sowieso bij de voordeur van dat gebouw. Het is een kerk, daar waar het wordt gedaan. Dus ja, ik ga zo eerst die meiden even weer uitlaten. En dan zien jullie mij vanzelf wel weer retour komen. En is het niet bij het een, dan is het gewoon wel weer thuis. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet gewoon verder van je dag. Het is prachtig mooi weer. Af en toe een beetje sluierbewolking, een beetje grijsachtig. Maar het is al verder een mooi weer. Het zonnetje schijnt. Dus daar hebben we toch plezier mee, dacht ik zo. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Ja, lieve vrienden, ik ben op de stemlocatie hier aangekomen. Het is de protestantse gemeente binnen de linie, ja, ook dat nog. Ik ben zelf baptist, dus, maar ja, maakt niet uit. Er staat ook een vrouw, maar die wil dus er niet op, dus ik moet even wachten. Dan draai ik hem om. Kijk, zo. Dat is de ingang. Stembureau. Dus ja, daar gaan we naartoe. Ja. Dan gaan we gewoon naar binnen. Ik neem de stok mee. Dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot straks. Zo, lieve vrienden, ik ben alweer een tijdje thuis. Ja, en ik had geprobeerd een short te maken. En dat kan normaal gesproken ook wel. Maar hoe en wat? Mijn mobiel, die deed heel vreemd. Heel gek. Ik had een short gemaakt in de stad. Van onze prachtige mooie watertoren. Want ja, dat vind ik tenminste. Hij is mooi. Ja. Maar in ieder geval, dan minimaliseer ik het en ik doe hem op donker, zodat er niks mee kan gebeuren. En dan kom ik thuis en dan kan ik die short verder afmaken. Ja, dan hoef ik niet in de kou te blijven staan. Maar hij wou het niet doen. Hij flipt iedere keer door naar een andere pagina op YouTube. Hij pakte het niet. Ik wil doorgaan en dan de titel geven, maar het flipt gelijk door naar een andere pagina waar ik niet om vraag. Ik heb van alles en nog wat geprobeerd. Ik heb hem helemaal uitgedaan, mijn hele telefoon uit. En toen weer opnieuw aan. Nou ja, de hele rattenplan krijg je dan. Ben ik er weer naartoe gegaan. Heb ik weer op de... He, want ik had er een concept van gemaakt.
Maar ik kan op mijn computer geen eens geen concept vinden. Dat doet er niet toe. Dus ik heb hem dan maar weggegooid. En dan op hoop verzegen de volgende keer. Ik probeer het gewoon weer. En dan hoop ik dat de temperaturen ook wat beter zijn. En dat ik dan dat buiten kan, verder kan doen, weet je. Het was me nou gewoon te koud om het buiten te doen. En ik maak wel wat vaker dan, want je, tenminste, ik heb al een keer eerder al een short gemaakt. En toen heb ik hem ook donker gemaakt. Die telefoon in mijn tas gedaan. Thuisgekomen, mijn code weer ingevuld. En toen verder afgemaakt. En dat kan gewoon, ja. Maar ja, nu wou het allemaal niet. Ik weet het niet. Dus ja, ik heb nou maar eventje eentje gemaakt voor onze Elwing. Dus ja, moet ook een keertje weer kunnen, hè? Ik heb er ook wel eens een paar van rijken alleen. Maar ik ben geslaagd. Ik zei toch dat ik zo last van mijn knieën heb. En dat ik amper de trap op en af kon komen. Nou, ik heb nou, omdat je die reclame dan wel op de televisie hebt. Dan smeren ze een goedje op hun knie. En dan kunnen ze weer bukken. Dan kunnen ze een kleinkind weer optillen of wat dan ook. Dus dat verhaal, dat nam ik mee naar de winkel. En ik ga dan naar de winkel, het liefst naar de winkel toe waar ik ook met de booster naar binnen kan komen. Met deuren die juist open gaan. En krijg ik er ook nog korting op. En als ik de deksel bewaar, krijg ik ook nog garantie erop. Ja! Ik ben er helemaal weer blij mee. Ik ga eens even ruiken, want ik heb hem nog niet open gehad. Oh ja, dan krijg je zo'n dekseltje er nog op. Oeh. Het ruikt wel mentholachtig. Dus ja, dat gaan we uitproberen. Vanavond, als ik tenminste vannacht, als ik naar bed ga. Dus smeer ik dat lekker op mijn knietje. Ik kan dat lekker er vannacht intrekken. En dan hopen dat ik, nou ja, toch wel weer actiever met mijn knieën ga worden. Ja, souplesse. Ja, dat is weer van het merk waar ik ook die pil voor slik. Ja, we gaan eens even op een andere tour over qua geneeskundige dingen. Ja, niet naar een dokter toe vliegen, geen zin in. Want ik heb jaren terug, wat ik al zei, prikken erin gehad. Nou, dan ben je een dag of twee ben je echt goed ziek door die prikken. Had ik tenminste. En daarna dan begin je weer helemaal op te klimmen en weer vrolijk te worden. En dan kun je weer zonder pijn lopen en doen. Dus even de eerste twee dagen, dat doet even dat zeer. Door die prik natuurlijk. En voor de rest, ja, gaat het allemaal goed. Ja. En het is nu 6:15. En ik ga zo eventjes denken wat ik ga eten. En ik moet trouwens eerst nog even iemand een bericht sturen. Want die had gereageerd op die vlog van 95. Dus daar gaan we eventjes op een reactie terug op zetten. Ja, dat is een heel lief maatje van me. Die woont ergens in het buitenland. Ver weg Pakistan, zeg ik altijd. Korbek. Nou, een hele lieve man. En het is een Nederlander. En hij kent Den Helder ook. Dus ja, helemaal geweldig. Dat vind ik leuk. Dat vind ik hartstikke top. En ik hoop dat ik hem binnenkort mag begroeten. Want hij wil voor een weekje of zo naar de Helder. Want hij wil graag weer hier komen te wonen. En dan, hoe hij het met zijn zoon 1, 2, 3 wil hebben, weet ik nog niet. Dat begrijp ik nog allemaal niet. Want zijn zoon, Kokkie, die is gehandicapt. Die is rolstoelafhankelijk. Dus ja. Dat, of die nou daar blijft, dat zal haar zo niet, want hij woont ook grotendeels thuis. Dus dan moet die mee en dan moet hij ervoor zorgen dat hij hier weer ook een plek heeft voor in de weekenden als hij weg wil of wat dan ook. Ja, nou ja, maar dat is niet mijn probleem, maar ja, ook niet mijn zorg, maar ik denk er wel aan, weet je. Want het is zo'n lieve man, echt. Ja, Korbek is een hele lieve man. En hij volgt ook Karin trouwens. Ja, ook hartstikke leuk. Dus ja, toppie. Helemaal geweldig. Nou, en ik ga die man dus even zo meteen een reactie teruggeven.
Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ja, daar ben ik weer even. Ik ga mezelf eens een keer verwennen qua eten. Ik ga niet eten koken, ik ga niet brood eten. Nee, ik heb er net even besteld. Ja, mag ook wel eens een keer. Zo'n tijd dat niet gedaan. Gewoon mezelf even verwennen op deze manier. Gewoon, ja, ik ben wel met Karin wezen uit eten, et cetera. Maar niet echt op deze manier. Lekker even thuis, laat me brengen. Dus dat mag ook wel eens een keer. Dat is vorig jaar ergens geweest. Maar ja, we zitten alweer in de derde maand. En ik ben iedere keer zo zuinig. En ik probeer iedere keer het te schipperen. En al geld over te houden. Dat ik spaar een keer. Ook voor een nieuwe vloer. Dus ja, het moet toch eens een keertje kunnen. Hè? Ik moet ook een keer even naar mezelf denken. Dus ik heb besteld. Helemaal geweldig. Ik ben er blij mee. Natuurlijk laat ik jullie zo meteen ook zien als ik het binnen heb. Ik moet ook nog een vlog vanavond maken, maar ik heb even geen zin erin. Nee. Even, die hoofdpijn, dat gaat op en neer. Dan is het er weer. En dan, tenminste, dan is het er weer. En dan zakt het weer en dan is het eventjes weg. En dan, klapboom. Heel vreemd dus. Maar ik ga mijn tafel in ieder geval al zo vast tot zover leegmaken dat ik mijn tafel kan dekken en de spullen kan ontvangen. Want hoe laat ze komen, jongens, mag het weten. Dus ja, dan ben ik trouwens vergeten te vragen ook van hoe laat ongeveer, plus minus. Dus ja, we wachten dat af. Dus het wordt nog later voordat ik ga eten dan het nu al is, want het is 19:44. Ik had gewoon geen vet, niks, geen zin. Ik denk, bekiek het maar, het is ja, mijn dag. Ja, ja toch? Moet ik kunnen. Dus ja, dat gaan we gewoon lekker doen. En we zien wel hoe laat het vannacht gaat worden. Want ja, ik moet ook een vlog maken, want anders hebben jullie morgen niks te zien. Nee, en dat is balen voor jullie. Ja. Ook wel voor mezelf, want dan moet ik er hard tegenaan. En ik moet er al hard tegenaan, maar ja. Ook dat moe zijn, ik wou dat maar eens overging, ja. Maar ja, wie weet, komt dat vanzelf ook wel een keer goed. Ook daar ga ik eens een keer achteraan van, wat kan ik daar tegen doen? Ja. En ja, kerel. Oh, nou, kom dan even. Kom mee. Ja, daar zijn we weer. Hé, mijn lievertje toch, hè. Ja, mijn grote kerel, hè. Bijna jarig. Ja, je bent bijna jarig. Ja. Ja, dan krijg je een nieuw halsbandje. Ik heb er zelfs nog twee. Die ene hebben ze al wel gezien, maar die andere hebben ze nog niet gezien. Nee, want die heb ik bij een andere winkel gekocht waar ik niet kon vloggen. Nee. Doe maar. Nee, want het vrouwtje gaat zo aan de gang. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon en geniet een beetje met ons mee. Nou, zoals jullie zien, mijn eten is gebracht. Ja, en daar ben ik natuurlijk uiteraard blij mee. En ik zal hem eventjes kijken hoe ik het allemaal moet hebben. Even die pot daar weg en dan gaan jullie daar staan. Ja, en dan zal ik het even proberen uit te pakken. En het is ook nog zwaar, ook. Oepsie. Huppata. Ik zet mijn bord even weg. Want die staat in de weg. Ga je even weg. Hoeven. Zo. We drinken even aan de kant. Papiertje, hup, kan daar naartoe. Dat papiertje kan ook, hup, daar naartoe in de zak. Nou, ik had dus ook een soepje besteld. En wat voor soep? Haaienvenersoep. Oeh, dat is zo lekker. Oh, nou. Hebben we weer papier om breekbare dingen ook in te pakken. En ik zal het niet zo laten zien wat ik heb. Er is trouwens nog een bord bij, want die bak dat is zo groeiend heet.
Nou, ik heb Bami. En saus met garnalen. Ja, geen babi pangang, maar dat andere met garnalen. Lekker. Ik, ei met garnalen. En dan natuurlijk, wat ik al zei, de haaienvinnensoep. Ja, maar dan moet ik even een ander bord erbij halen. Dus dat gaan we doen en dan gaan we lekker zwillen. Heerlijk. Nou, en ik heb er koffie bij. Zoals gewoonlijk. En een zakje. En dat is de... Nou ja, dat weten jullie wel wat ik drink. Dus ik blijf het niet zeggen. Ik vergeet het af en toe wel hoe dat heet. Omdat het Engels is. Maar in ieder geval... lekker. Ja, dus dan gaan we heerlijk van smullen. En ik ga er nog een bord bij halen voor die soep. En dat is een diep bord. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. Ik ga dat zeer zeker doen. Tot later. Oepsie, 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 je duwt me weg. Ja, je duwde me weg. Ja, echt waar. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ik zou eerst op de rem. Ja, je bent een katje. Je bent een engeltje. Ja. Ja, jullie zien het. Elwing die staat even bij me. En ja, wij gaan zo meteen naar bedje toe. We gaan afsluiten. He? Ja. Dus we zeggen gewoon welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Uiteraard gezond weer uit je bed zien te komen. Ik zeg dus graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik hoop alleen nog dat ik een goede nacht zal draaien, want er staat er hier nog een. Ja, die heeft net overgegeven, dus ik kon eventjes hier een stukje schoonmaken en dweilen. En dat is natuurlijk weer onze Rijka. Maar ja, desondanks zeg ik wel graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei! Your heart is no longer the same.